Nadel, welkom in Assen bij de Zomertour. De eerste keer dat je in Assen bent? Nou, het is de eerste keer en zo zien ziet het er allemaal schitterend uit allemaal hier. Ja, volgens mij staan er 8000 mensen op jou te wachten. Nou, zou op alle mensen te wachten, ben ik heel erg tevreden mee. Ja. Die nieuwe single van jou, die gaat als een speer. Heb je enig idee hoe dat kan? Nee, ja, dat singeltje is een heel vreemd iets. Ik had het nummertje al een jaar of 7 op de plank leggen. Zal ik er iets mee doen, weet je wel? Want het is eigenlijk een heel oud nummer van Benny Nijman en Rob de Nijs. Daar is het, we hebben het in een heel nieuw jasje gegoten. En iedereen hoort iets herkenbaars. En dat vind ik juist het hele leuke. En ik ben zo blij dat alle radio's het goed oppakken. En Manfred en Frank en ik hebben van alles aan gedaan om er een hele goede productie van te maken. En Studio One heeft dat uitgebracht natuurlijk. En daar zijn we zeer content mee. Ja. Maar hoe kwam je bij Studio One dan? Want Johnny is natuurlijk niet een van de minste. Ja, nee, ik ken Johnny, de eigenaar van Studio One, ken ik natuurlijk heel goed. Tino is een heel goed vriendje van mij. En ja, zo is dat gegaan. En we hadden al een paar jaar geleden iets van, zullen we gaan samenwerken? En opeens is de kogel door de kerk gegaan en we zijn om de tafel gaan zitten. En we hebben leuke dingen gedaan, zoals natuurlijk verleden jaar de Chico Dome met Tino. Ik heb afgelopen 14 dagen geleden zeg maar het Olympisch Stadion gedaan in het voorprogramma met Tino. Dus het zijn allemaal hele leuke dingen en daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. En deze hit is er nu, ben je al met een opvolger bezig? Sorry? Ben je al met een opvolger bezig? Ben je er al aan over het nadenken? Ja. Ik heb Manfred al opgebeld en we zijn al druk aan het brainen, aan het stormen wat we gaan doen. Dus we gaan met z'n allen, met een heel team gaan we erop zitten wat we gaan doen. En we hopen natuurlijk op een hele leuke opvolger. Dat gaat wel lukken, denk ik. En de zomermaanden, hoe gaan die er voor jou uitzien? Heb je nog vakantie of ben je druk met optredens? Nou, de zomervakantie, het is voor mij eigenlijk altijd vakantie. Want wij werken meestal in het weekend, weet je wel. En door de week hebben wij niet zo heel veel te doen. Ja, af en toe een dingetje en datje. Maar we gaan gewoon de hele zomer gaan we door heel Nederland heen. We gaan naar het buitenland toe, allerlei leuke dingen doen. Dus ik zie wel allemaal wat er op mijn pad komt en wat het boekingskantoor heeft leggen. Welke liedjes ga je zo doen? Ik ga straks doen Zaai, Zaai, Zaai. Wat hier natuurlijk niet mag ontbreken is Laat de boel maar lekker waaien. Alleen is maar alleen. En nog een nummer moet ik even uitzoeken. Oké, gaat je lukken. Succes zo meteen. Oké, dankjewel. Jullie ook succes.